Nou, we zijn vandaag in Rotterdam bij mijn oude club, Sparta Rotterdam. Fantastisch om hier weer te zijn. Nou, wat gaat er gebeuren vandaag? De beker, de competitie gaat weer beginnen. En voor pupillenvoetballen is dat ietsje anders, want er zijn wat regels aangepast. Maar alles om het spelplezier te bevorderen. Dus daarvoor zijn we hier vandaag. Neem ons eens mee naar de dagen dat jij nog een kleine Nathan was en aan het begin van je seizoen stond. Was jij zenuwachtig? Had je er veel zin in? Ik weet nog heel erg goed dat de eerste keer dat ik ging spelen als pupil, ik was de keeper aan het inschieten. En toen de wedstrijd begon dacht ik van, dus dan moet ik naar dezelfde keeper toe. Dus ik nam de aftrap en ik ging dribbelen naar mijn eigen keeper. En ik zag alle ouders naar me zwaaien en doen en andere kant. En uiteindelijk is het volgens mij allemaal goed gekomen. Daar kijk ik met heel veel mooie ervaringen naar terug. Welke wedstrijd spelen jullie vandaag? Tegen LMO en de bekerfinale. Het seizoen gaat weer beginnen. Ben je dan zenuwachtig of niet? Ja, zenuwachtig. Hey mannen, goedemorgen. Hallo, ik ga jullie even de hand schudden eerst, hè? Ik ben Nathan, hallo. Ik heb wel het idee dat jullie er klaar voor zijn, of niet? Ja. Ja, zullen we gaan? Ja. Ga voor! Veel plezier, hè? Dribbel. Tuurlijk, naar de goal. Ja! Goed gedaan, maar je mag ook indribbelen, daar in de hoek. Dan mag je naar de goal en dan mag je gelijk op de goal schieten. Oké, goed. Gaat het een leuk seizoen worden? Ja. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat we goed hebben gevoetbald en dat we onze best moeten doen. Hoeveel zin heb jij weer om te voetballen? Heel veel zin. Je kan gewoon met je team spelen en je hebt gewoon plezier met iedereen. Je debuut als spelbegeleider, hoe ging het? Ja, nou, ik ben vrij kritisch op mezelf, maar nee, het ging fantastisch. Ik heb eigenlijk helemaal niks hoeven doen. En het leuke is, die kinderen hebben gewoon 2 keer 20 minuten gewoon dingen zelf opgelost, zelf aan het voetballen geweest. En je merkt gewoon dat ze hartstikke veel plezier hebben. Veel doelpunten, veel balcontacten. Dus ja, ik vond het fantastisch.